Nou, we zitten hier op het gemeentehuis in Bochum. Ja. En er is vanavond een inzamelingsactie voor Oekraïne. Ja, er is een inzamelingsactie voor Oekraïne. Medeblik helpt Oekraïne heet de inzamelingsactie. En daarmee zamelen we spullen in voor een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben zaterdag heel veel spullen mogen ontvangen in de loods. En daar zijn we heel dankbaar voor. Er waren ook echt wel wat emotionele kippenvelmomentjes. Als je ziet hoeveel mensen komen brengen en met ook hun gevoel daarin. En het is gewoon mooi als je elkaar zo kan helpen. En als je ziet dat andere mensen dus datzelfde gevoel hebben. En waar is de meeste nood aan? De dekens, de lakens gaan ontzettend goed, want daar hebben we eigenlijk bijna al 2,5 doos mee gevuld. We hebben ietsje meer aandacht gevraagd voor wat meer babyproducten. Ja. Hè, wat meer de babyvoeding en ook expliciet zijn we naar de Poolse supermarkt gegaan om te vragen welke babyvoeding voor hun herkenbaar is. En of dat al fijn is om het zo te doen. En hun helpen ons daar ook heel erg mee, zodat dat ook genoeg mee kan. Ja, wat is eigenlijk verbanddozen zouden we nog meer kunnen gebruiken. Misschien matrasjes voor de mensen om op te slapen. Veldbedjes of dergelijke, dat soort. Er wordt een fabriekshal wordt ingericht als opvanglocatie. En we zitten nu eigenlijk in de eerste fase waar we goederen voor inzamelen. En dat is gewoon de primaire behoefte van de mensen. Dat ze kunnen slapen en dat ze zichzelf warm kunnen houden. Er is dus al een locatie in de gemeente Medemblik? Nee, niet in de gemeente Medemblik. Het is een locatie op de grenzen Oekraïne. En wij zamelen de spullen in. En die worden donderdag worden ze naar Dronten vervoerd. En vanuit Dronten gaan ze op een grote transport mee naar de streek toe waar de opvang zo nodig is. Waar kunnen mensen doneren? Mensen kunnen doneren naar Giro 555. In principe zamelen wij voornamelijk hulpgoederen in. Op het moment dat mensen zeggen van nou, we vinden het toch heel fijn om het bij jullie te doen. Neem dan contact met ons op. En dan gaan wij de producten voor aanschaffen waar nog tekort aan is. Bijvoorbeeld babyvoeding. Hoe kunnen ze contact met jullie opnemen? Ze kunnen ons bereiken telefonisch 0626 354975 of per e-mail info@meetmedeblik, dat is meetmedeblik.nl. Laten we vooral de Facebookpagina ook niet vergeten. Het is Medeblik helpt Oekraïne. Daar proberen we ook heel veel informatie op te zetten. En via daar is er als het goed is ook een button om contact op te nemen met Medeblik helpt Oekraïne.